We zijn hier dus in de Daydream Hall, heet dat, van de TU Delft. Hier worden niet alleen zonneauto's gebouwd, maar ook dus het decor voor de opera Carmen, die dit najaar op de TU zal worden uitgevoerd. Dat is nogal een uitdaging, want ook in het auditorium zelf zijn we eigenlijk locatietheater aan het maken. Want we moeten de complete boel verbouwen om daar de arena van Sevilla te kunnen creëren. 7, 8, 1, 2, 3... 5, 6, 7, 8. Het grote probleem van de arena-vorm is dat je eigenlijk geen grote decorstukken in het midden van je arena kan zitten, want je zit altijd met zichtlijnen. Daarom hebben we nu bedacht dat het element van de vlaggenmast, om het soldatenkamp van de eerste acte vorm te geven, een prachtig element zou zijn, zodat de zichtlijnen niet worden verstoord. Wat we dus willen is een vlaggenmast van 6,5 meter die de arena binnenkomt, die op de muziek de vloer ingaat en vervolgens in 6,5 meter omhoog wordt gelopen door 24 soldaten, vast wordt gezet. 5 doorlopen, 1 stap per tree, Sjouk. Kan het, Floor, je kan het, echt waar. Ik hoor het ook. Dat houdt vast. Vim zo kort. En dat we ook nog eens een keer via de onderkant van de vloer, dat wordt nu ontwikkeld door een speciale techniek waarin ze lucht kunnen ombuigen, dat de vlag uit zichzelf ook nog eens kan waaien.